Hallo iedereen en welkom bij deze let's play van Jaspers mapje. Een level gemaakt door Torka, oftewel Mr. Game NL. En dan beneden mij. Hij vroeg me of ik een of hij een adventure map voor mij mocht maken. En ik zei ja, want ik bedoel, ja, yeah, adventure maps. Ik hou van adventure maps. Oké. Okay. De vorige adventure maps, weet je al, die van de Quest World Shipwrecked, die in het Engels. Die ging niet afmaken omdat ja de quests die liepen vast. Dus dan doe ik deze. Hey, jij daar. Ja, jij. Wie ben je? Wat doe je hier? Oh, sorry. Ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Ik ben Jort, een Merowaan. En jij? Je lijkt op een mens. Oh nee, die kunnen hier niet komen. Maar wat dan wel? Ik ben een mens. Ik ben een mens! Nee, sorry. Nou ja. Kom mee naar Atlantis. Ja, inderdaad, je bent in Atlantis, de verloren gewaande stad en waterstad. Maar kom mee, het is daarheen. Oké, Jort, laten we gaan. Moet ik nou in Atlantis doen? Hoe kom ik hier? Wat gebeurt er? Oh nee, spanning en sensatie. Wat wel? Oh, het is een mannetje. Leuk. Leuk, leuk. Leuk, 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 leuk. Oké, waar ben ik? Oeh. Sorry. Maak eens een anvil voor mij, ik heb het erg druk. Oh, ik heb een... Oh, ja, ik wist... Maar hier, is al een anvil. Torka zei dat ik naar de kerk moest gaan. En daar... Daar vond ik spullen voor een crafting table. Of zo. Zoek de Bijbel voor me en je wordt beloond. Tel. Kist. Bijbel. Dan gaan we hier naar neer. Oh. Game mode 0. Huh. Cool. Je moet precies op dat ding komen. Daar. De derde sleutel van Atlantis. Hi. Maar waar is de crafting table? Whatever. Let's go this way. Laten we deze kant op gaan. Kun je me scheppen? Stoppen maar hier maar. Schep. Dan kijk, ik moet eerst een anvil maken. Wacht. Game mode 1. Crafting table. Ik zet hem gewoon hier neer. Nou, ik moet cheaten om de level uit te spelen. Hooray. Zo moest het voor mij zo. En dan zo. En veel. Leg hem hier maar neer. Hallo. Item. Ik ga hem wel voor, gewoon de hele tijd op Game Mode 1. Torka, leuk bedacht, maar je komt er niet meer uit als je het misgooit. En dat gooi je nogal vaak. Want er zit daar geen muur. Nou valt het. Daar, eindelijk. Hebben ze. Tweede sleutel van het land is. Yes. Zo.
Zo. Ik heb de anvil, ik heb de bijbel. En deze gast wil een schep. En die zit hier. Hahaha. Zo. En dan zit hier een kist. Met de eerste sleutel van Atlantis. Oké, nu gaan we ergens heen waar we de sleutels in moeten stoppen. Denk ik. Hallo. Waar moeten we de sleutels in doen? Wat gebeurt er? Hallo. Wel leuk gemaakt, een poppetje. Moeten we met die sleutels doen? Wat is dit trouwens? Hallo. 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 Ik begrijp je niet. Dum, 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 dum. Laten we naar boven gaan of zo? Nee. Moet hier iets zijn? Moet hier zijn waar we de sleutel in moeten stoppen? Zo raar. Dat ik niet weet waar het moet. Door elkaar. Hallo. Hallo. Niet in de kerk, niet. Begrijp ik niet. What the frick, Neil? Hey, gozer. Ik wil graag weten waar ik moet heen. God. Ja, die meneer zoekt de Bijbel. Je wordt beloond met een sleutel voordat het land is. En waar moeten we de sleutel in stoppen? De sleutel moet op een deur. Waar is de deur? Nope. Nope. Fly like an eagle. Ik ben een beest. Vliegen als een egel. Ik ga van pannenkoeken. Ik ga staan. Dus daarheen. En dan heb ik sleutels. En dan is er geen deur! Dus dat ik ga gewoon hier in deze fontein gooien. Dus. Zie je niet ergens een dropper of zo? Een dropper is wel een sleutel voor mij. Is er niet ergens iets van, hey, dit moet je doen of zo? Oh god. Klein momentje. Oké, het blijkt dus dat bij het water aan de zijkant
Een de. Oh. Kijk. Dan ga je mijn gang. Dat had je misschien iets beter moeten laten zien. Oké dan. Fuck. Wat deed ik nou? Goh, ik deed de deur dood. Oké, iron door. Ja, even de game mode veranderen, want sinds mode 0. Zo. Ik wil een ijzeren deur. Hoppakee. Zo. Drie sleutels, mag je er langs. Oké dan. Oh mijn god. Wat is het? Hey. Uber zombie slayer. Diamond sword. Oké dan. Bowser G. Oh, tel. Goed zo, je hebt het gehaald tot de volgende map. Wat? Dus ik heb de Uber zombie. Torka! Je hebt de map niet afgemaakt. Ah. Wat nu tot de volgende map? Wat tot de volgende map? Nee! Nee, ik wil niet tot de volgende map. Ik wil hem nu afmaken. Nee. Oké. Nou ja, maar dan. Dit komt op internet, Torka. Dit komt op internet. Nee, grapje. Maar dit was wel heel kort. Ik bedoel, ik heb gezegd. Nou, hij hoeft niet zo heel lang. Maar dit is toch wel heel kort. Wat is dit trouwens? Lijkt wel een propje papier. Nou, dit was mijn let's play van Jasper's mapje. Yeah. Oké, sorry Torga, maar dit was een beetje, ja. Oh, het is een heel ding. Je denkt van, wow, er gaat wat gebeuren en shit. Nee. Het is gewoon van, doei. Dit is het einde van de map. En zo van, oh, ik ga op weg naar de draak om te verslaan. Er is geen draak. Je bent bedrogen, ga terug. Zo'n gevoel heb ik nou. Dat is toch gewoon. Dus, nou, ik hoop dat je de volgende keer iets maakt waarvoor ik niet hoef te cheaten. En die gewoon afgemaakt is en niet van. Ah, ik dacht er wat achter zat, net zoals bij dat andere, maar. Er zit niks achter, het is gewoon planken en zo. En bomen is van. Hey, goed zo, je hebt het gehaald tot de volgende map. Abonneer op hem. Hij maakt hele goede adventure maps. Nee, sorry. Sorry, sorry. Ik vind het fijn dat je een beetje moeite hebt gedaan om dit voor mij te maken. Je hebt wel alsof een hele ding van glowstone gemaakt. Vind ik heel leuk. Maar, ik bedoel, ik heb hier de. Uber Zombie Slayer, ik heb het Uber Zombie Slayer armor aan. Om een van de reden. Hak, 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 hak. En er zijn geen zombies. En dan tot de volgende map. Wat heb ik gehaald? Mijn neus? Ik heb hem gevonden, mijn neus. Hij lag hier. Nee, sorry. Torka, ik ben een best veel kerel, maar dit was een beetje. Ik bedoel, mijn adventure maps zijn nog beter. Dus, ik hoop op deel 2 en ik hoop dat deel 2 dan de volledige map is. En dat die heel leuk is. Want dit was best wel leuk. Alleen het was wel heel simpel om die puzzels op te lossen. En heel moeilijk om de deur te vinden. En heel vervelend om hier zo te worden neergepleurd van hé, je hebt gewonnen. Wat heb ik gewonnen? Ik heb niks gewonnen. Ik ben hier gewoon heen gelopen. En ik heb gewoon dingen om me heen gekeken en dingen. Ja, dus. Als jullie thuis op de computer naar mijn filmpjes kijken en je denkt zo van hé, ik wil ook een adventure map maken, want mijn adventure maps zijn ook leuk en zo. Dan moet je dat vooral doen. Ik wil graag jullie adventure maps zien. Dus gewoon zo van een level
met een verhaal waar ik heen moet. Zo van, ga daarheen, doe dit, doe dat. Wil je dit voor me doen? Of zo, weet je wel. Maak er een leuk verhaal van. En geen parcours, dat haat ik. Ik kan geen parcours. Mijn broertje kan parcours, ik kan geen parcours. Dus, ik hoop dat je dit level leerzaam vonden. Zo van, dat je niet dezelfde foutjes maakt. En ik hoop dat jullie, pardon, kijken naar mijn volgende filmpje. Ik hoop dat jullie het interessant vonden en ik zie jullie de volgende keer. Doei doei!